In de Kennemerduinen herinnert een eenvoudig houten kruis aan de onmiddellijke nabijheid van het Erekerkhof, waar kort na de bevrijding 372 gefusilleerde verzetstrijders een gemeenschappelijke laatste rustplaats kregen. In de afgelopen jaren is er veel gedaan om van deze dodenakker een nationaal monument te maken. Het was hier dat deze dagen honderden mensen, waaronder vele nagelaten betrekkingen der gevallenen, bijeenkwamen. Voorafgegaan door tal van autoriteiten begaven zij zich naar het muurvlak, waarin ter voltooiing van de erebegraafplaats onlangs 4 herdenkingsplaten zijn ingemetseld, die door minister-president Dr. Drees onthuld werden. In kernachtige woorden is op deze platen het wezen van het verzet omschreven. Toen duidelijk werd wat de Duitse bezetting voor ons land betekende, toen stonden er in het midden des volks mannen en vrouwen op. Tegen het geweld des vijands stelden zij overtuiging en geloof. Tegenover het Germaanse heidendom het getuigenis van christendom en humanisme. Er werden kransen gelegd, onder andere door vice-admiraal Rost van Tonningen namens koningin Juliana en prins Bernhard. En door dokter Drees namens de Nederlandse regering. Opnieuw heeft Nederland op waardige wijze hulde betoond aan de strijders van het verzet die de bevrijding hielpen verwezenlijken en van wie er 372 rusten op die stille plek in de duinen bij Bloemendaal.